En dan naar TikTok-topman Xiao Ziju, die getuigt vandaag voor een commissie van het Amerikaanse congres. En dat doet hij uiteraard vanwege de toenemende zorgen over die Chinese app. Want ja iedereen zegt, ook in Amerika, dat TikTok data deelt met de Chinese overheid. En dat die app wordt ingezet door de Chinezen voor propaganda en manipulatie. China Techworks, Ed zonder is bij ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Hoe kijken ze in China naar die zaak? Ja, in China vinden ze dat natuurlijk uh, allemaal uh, zwaar overdreven. Um, en er wordt gezegd van: ja, jullie uh, verdenken Bidens bedrijf achter TikTok en dooi in de Chinese versie van uh, spioneren en uh, propaganda. Maar uh, daar zijn geen harde bewijzen voor. Um, dus zij zien dit echt als een. Ja, een politieke move van, van Washington tegen China. Ja, toch we hebben redelijk veel bewijs dat er data worden, worden weggehaald... door de Chinese overheid, toch? Door ByteDance worden verzameld en gedeeld nou. met de overheid. Dat is toch gewoon zo? Nee, dat is, eigenlijk is dat uh, um, op, opvallend weinig eigenlijk. Er zijn weinig zogenaamde smoking guns, waarmee dat is aangetoond. Er is, um, er is eigenlijk één case waarbij uh, data van journalisten is gebruikt, locatiedata. Uh, wat um, uh, Bidance daar heeft gedaan, is er was vanuit uh, Bidance uh, data of een informatie gelekt naar journalisten. En ze hebben hun locaties gebruikt om te proberen te achterhalen welke Bidance medewerkers dat waren. Door Zeg maar te kijken op welke momenten ze op dezelfde locatie waren als die journalisten. Um, dat is natuurlijk uh, ja, een slechte zaak dat het gebeurd is. Maar groot, grootschalig data delen met bijvoorbeeld de Chinese overheid, daar zijn geen bewijzen voor. Maar het is natuurlijk heel erg moeilijk te bewijzen dat je iets niet gedaan hebt. Ja, toch zijn er allerlei overheden, de Nederlandse als uh, meest recente, die zeggen dat TikTok, dat moet je toch maar eigenlijk niet op je telefoon hebben. Zeker niet voor ambtenaren bijvoorbeeld en voor politici. Uh, ja. Dat is toch ook niet uh, gebaseerd op niks, die angst. Nee, het is, ik denk dat het inderdaad. Die, die angst is met name gebaseerd op de zorg dat iets zou kunnen gebeuren. Overigens denk ik dat het best uh, verstandig is om bepaalde apps niet op overheidstelefoons te hebben. Mensen die uh, een bepaalde sleutelrol zouden spelen. Ongeacht of iets wel of niet gebeurt. Nou, dan zou je je ook kunnen afvragen of dat uh, niet zou moeten gebeuren. Ook voor uh, misschien Amerikaanse apps. Edward Snowden die heeft natuurlijk ook wel het een en ander. Uh, uh, vertelt over wat er, um, wat er vanuit uh, de NSA gedaan werd in Amerikaanse apps. Dus uh, wat dat betreft vind ik dat op zich geen, geen slechte beslissing. Toch, hè, de commotie nu, als ik zo zo'n beetje door de, tussen de, de regels door hoor, behoor ik wel ik zeg, ja, uh, het, is, het, is, het is een beetje te veel aandacht voor een probleem wat niet zo heel groot is. Maar ja, als er geen grootschalig bewijs is, maar bij twijfel niet inhalen zou je moeten zeggen. hè? Um, ja, ja. Nou, kijk, uh, wat betreft TikTok is het natuurlijk zo dat uh, eigenlijk zou zo'n app gewoon moeten voldoen aan uh, lokale wetgeving. Net zoals wij de GDPR hebben, zou Amerika daar ook privacy-wetgeving privacy -wetgeving voor moeten hebben, waar een app aan zou moeten voldoen op het moment dat ze op telefoons uh, terecht kunnen komen. Uh, dat ontbreekt uh, op dit moment uh, in, in Amerika dergelijke wetgeving. Op het gebied van privacy. Nou komt die baas van TikTok, hè, die zou CCU uh, uh, zelf langs vandaag in het congres om daar te ja. spreken. Uh, we, ze hebben al gezegd, we willen ons misschien gewoon vestigen in Amerika, toch? Nou ja, er zijn eigenlijk drie mogelijke uitkomsten voor um, wat er nu aan de hand, hand is. Uh, het eerste is Project Texas, dat is uh, een project van uh, ByteDance zelf, waarbij ze TikTok eigenlijk helemaal afschermen van China, dat er geen enkele mogelijke connectie meer is. Met dataoverdracht naar China door het allemaal op Oracle-servers te hosten in Texas. En uh, dan is er ook een Amerikaanse toezichtraad uh, die heel goed in de gaten houdt wat daar gebeurt. Wordt er wordt eigenlijk een fort om uh, TikTok heen gebouwd. Uh, de tweede mogelijkheid is uh, dat uh, op basis van een politiek besluit uh, Biden kan beslissen om TikTok uh, volledig te verbannen. En de derde mogelijkheid is dat uh, de Amerikanen uh, Bidens willen dwingen om TikTok te verkopen. Um, zodat het dus eigenlijk geen eigendom meer is van, uh, van een Chinees bedrijf. Precies. We gaan zien dus wat er gebeuren gaat. Vandaag staat hij voor uh, de, uh, het congres in Amerika. Dank China Tech Watcher Ed Sander.